Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga jullie nu meenemen in mijn volledige week in Nederland. En ik ga een zwangerschapsshoot doen. Ik ga met de hondjes op pad, wat ik echt super leuk vind. Verder ben ik gewoon heel veel met familie en vrienden. En heb ik ook mijn baby shower, dus dat wordt echt super leuk. Dus kijk zelf maar. Doei! Ik zit nu in de auto. Ik heb heerlijk bij mijn opa en oma geslapen. Ik heb echt een super goede band met allebei mijn opa's en oma's. Maar omdat mijn moeder natuurlijk weg is, heb ik even hier geslapen. Ik ga nu eventjes naar mijn schoonouders toe. En de opa en oma van Dave en het broertje van Dave. En dan gaan we eventjes gezellig lunchen. En die zijn natuurlijk ook benieuwd naar hoe het met hun zoon gaat en hoe we het daar hebben. En ik vind het ook even gezellig om ze te zien. Ik heb ook een hele goede band met de familie van Dave. Daarna ga ik gezellig met de hondjes lopen. Wesley, het broertje van Dave, gaat misschien eventjes met me mee, dat weet ik nog niet. Daar heb ik ook super veel zin in. Het enige wat ik rottig vind, zeg maar, waardoor het me een beetje heeft tegengehouden om in de eerste instantie meteen er naartoe te rijden en even hoi te zeggen bij de honden. Omdat ik het heel rottig vind om dan weer de deur achter me dicht te trekken en weg te gaan. We gaan straks even lekker naar het bos. Het is gelukkig vandaag iets beter weer dan gisteren. Dan heb ik vanavond nog de 3D-echo. Ga ik eventjes met mijn oma naartoe. Gaan we met z'n allen Real Madrid Ajax kijken. Mijn ouders die zijn daar, die hebben het hartstikke leuk. Dave die heeft vandaag allemaal kangoeroes gespot. Dus daar natuurlijk 10 uur later. Die is er een hele dag op zitten en die is naar een soort van natuurpark met kangoeroes geweest. Wat ik echt iets wat ik heel erg leuk vind. En hij ook. Ze kregen allemaal leuke filmpjes door, dus die heeft volgens mij prima naar zijn zin. Dus 28 graden. Maar nu eerst eventjes gezellig lunchen. Ik ben al eigenlijk heel erg blij dat ik gewoon weer lekker in de auto kan rijden. En mijn eigen muziekjes aan en gewoon naar de radio kan luisteren. Dat zijn hele kleine dingen die je dan zelfs mist. Het voelt wel weer eventjes zo heel vrij. We hebben gisteren lekker tacos gegeten. En gewoon lekker thuis gebleven. Mijn oma zei, vind je het leuk om iets te doen of naar de stad te gaan? Ik zei, nee, ik vind het eigenlijk wel gewoon heel erg lekker om gewoon even normaal, gewoon lekker thuis met familie. Dus dat hebben we ook gedaan. Mijn tante, mijn nichtjes, mijn opa en oma hebben de hele dag gezellig gezeten. Ik heb met mijn oma boodschappen gedaan. En zelfs dat was lekker, dat ik dacht van, oh, gewoon weer bekende spulletjes. Ik hou heel erg van boodschappen doen. Alleen in Olsen, ja, heb je toch niet je eigen spullen of kan je het toch niet zo makkelijk vinden. En hier had ik gewoon, liep ik gewoon lekker in de supermarkt. Voor de rest heb ik eigenlijk heel rustig aangedaan sinds ik hier ben. Ook een beetje op adem komen en ik heb nog heel erg last van mijn jetlag. Ik was vannacht weer om 4 uur wakker. Heb ik nog even met Dave gebeld. Dus ik hoop dat die jetlag wel een beetje mee gaat zitten de aankomende week nog. Wie hoor ik daar? Wie hoor ik daar? Hallo! Hey schat! Hallo! Hallo! Wat zien jullie er goed uit? Hey schat! Nee, je ziet er goed uit, Charlie! Je ziet er goed uit! Jij ruikt het bordje wat we hebben gehaald. Charlie, waar gaan we naartoe? Gaan we naar het bosje. Kom maar! Oh, dat is zo jammer dit. Kom maar, vieze Rikke. Ik ga gewoon die hek dicht beneden, weet je. Ja. In de tuin. Maar ik ze daar gewoon in de rit. Ja, aan het einde van de rit. Dus we moeten alleen niet hier gaan. Nee, Shaggy. Oh, ik zie het alweer vandaag. Kom maar, los. Goed zo. Ga maar netjes zitten. Zit. Niet echt een goede worp met links. Ja! Hij zegt ik zwart wees. Wat heb jij gedaan? Vieze Rikke. Ik ben net wezen lunchen met de familie van Dave. Het was echt super gezellig, zijn opa en oma. En de ouders van Dave en het broertje van Dave. En daarna heb ik dus de hondjes opgehaald. En het was zo leuk om die weer te zien. Charlie werd echt helemaal gek.
die hoorde mij vanaf het balkon en die kwam naar buiten en die begon spontaan te trillen. Dus die waren met z'n twee helemaal doordollen. Het is echt super mooi weer. Echt heel mooi weer. Het was gewoon ontzettend leuk. Ik had even lekker botjes meegenomen en een bal en zo'n stok. Oh, en dan mis ik het wel gewoon heel erg. Zo lekker buiten wandelen, knuffelen. Dan is het gewoon moeilijk om net weer zo die deur achter me dicht te trekken. Zeggen doei. En om weg te gaan. Ik ga nog wel een keertje, zeker nog wel een keertje met ze wandelen deze week. Vanavond ga ik eventjes voetbal kijken. Madrid tegen Ajax. En dan hoop ik natuurlijk dat ze winnen. Het is echt een super, super lekker dagje. Vind je hoe moeilijk? Lekker jongens. Appelmoes. Echt heel lekker. Mooi, mooi tipje. Mooi, prachtig. Prachtige bit. Prachtig. Dat is heel veel. Prachtige mond. Prachtig. Dus hij zegt heel erg wat aan mij. Moet ik een buigel? Nee, jij. Liever, je hebt een prachtige bek met tanden. Moet ie? Nee, jij hebt geen buigel. Met een buigel. Hele rechte tanden. Ik moet wel alweer. Jongens, denken jullie dat ik mij heb? Ja, ik hoop het. Hey, die staat op film. Oh. Hoor je dat, Dave? Sorry, Dave. Ik hoop dat hij op jou lijkt. Nee. Open doen. Open de deur. Het is gelukkig niet koud. Hallo, goedenavond. Hi, ik heb een afspraak bij geboortezorg. Oh, bij de zwangerschap? Ja. Oké, ik ben voor jou. Yes, dankjewel. Met een vrolijke Frans. Ja. Als je er toch bent, kun je ook beter vrolijk en gezellig zijn. Ja. Oh, wat leuk. Allemaal geboortekaartjes. Gaat die van jullie hier ook hangen? Milo, Sam, James. Queen. Die is ook leuk. Kijk hoe leuk. Zo begint het. Zo begint het. Het werkt niet echt. Deze muziek. Dit ziet er nog niet zo uit. Dave, let op. Wat gebeurt hier? Nou, de baby komt eruit. Oh, dit zijn niet de hele erge foto's. Ik geloof er helemaal niks van. Keurig. Ja. Gewoon een hartstikke mooie bloeddruk. 90 over 70. Mooi laag. Mooi. Oh, lekker warm. Ja, dat scheelt weer. Warm? Ja. Hey, ik... Ja, nu komt ie. We doen een beetje links. Ik vind het helemaal spannend. Gaan we eens even kijken hoe hij gegroeid is en hoe hij ervoor ligt. Ik zie in ieder geval hier gelijk een prachtig kloppend hartje. Leuk. Hier zien we een snoetje. Ah. Met een handje ervoor, dus is een beetje verstoppertje aan het spelen. Hier zien we een mooi hartje. Oh. Super mooie hartslag. Ik voel hem bewegen nu. Ja, dat lekker een keer. Hartslag is nu 136 slagen per minuut, dus dat is hartstikke goed. Het ligt nu heel mooi met het hoofdje beneden en het gezichtje kijkt zeg maar naar de muur. Dus die ligt daar keurig voor. We zien hier prachtige lippen. Volle lippen, kindje. Komt al een beetje een onderkinnetje, zie je dat? Dus het zit gewoon al lekker vlees op je moeder. Precies. Zie je, dan zijn die kroketjes toch goed geweest. Kijk, lipjes, even drinken. Is dat een tongetje? Ja. Kijk, ik spoel even terug. Dan zien we hier zo, dat tongetje zie je hier zo. Dus die gaat echt, slikt eerst even naar binnen en dan steekt hij hem zo uit. Dus die is goed aan het... Goed aan het voorbereiden. Nou, hij laat ook nog even heel goed zien wat het is. Ja, kijk, Dave zal er blij mee zijn. Hier kunnen we niet omheen, zeg maar. Is dat zo'n koepeltje? Ja. Ja. Dat is een flinke. Flinke jongen. Papa zei vorige keer al van, ik ben er nu al jaloers op. Een beetje plaag, want even het handje weg, want dan kunnen we het gezichtje ook zo even bekijken. Hij was soms aan het pesten. Kijk, hier zie je zo dat hele... Hier zie je het handje en hier het polsje. Zie je zo het armpje, elleboogje. Dus dat ligt eigenlijk nu zeg maar zo voor zijn gezicht. Voor zijn gezicht, ja. Dus daar gaan we zo eventjes een beetje de trucendoos
voor openen, zodat hij dat een beetje weghaalt. En hier zie je zeg maar, wat we net in 3D zagen, zie je hier zo in 2D voor zijn gezichtje. Verstoppertje spelen. Hij raakt niet erg onder de indruk, zie je dat? Nee. Maakt het nog uit hoe ik hem beweeg? Of nee. Niet uit? Nee. Leuk dat slabbetje zo onder je buik. Tarzan. Hij is er niet erg van onder de indruk. Hier zie je dan het neusje en hier zie je dan nog dat handje wat ervoor zit. Nu beweegt hij dus wat en draait hij zijn hoofdje een beetje weg. Hij heeft echt dikke lippen. Ja. Oh, hij is echt enorm aan het bewegen. Kijk, het mondje, zag je dat? Goeie grap. Nu dat handje nog. Ja, want nu zien we steeds zijn rechteroog niet. Nou, ik zit hem even stil, want dan kunnen we even terugspoelen naar die graag. Want die ziet er wel cool uit als we dat als plaatje opslaan. Lijkt het zo dat hij een bultje op zijn lip heeft? Nee, dat is gewoon, er zit er waarschijnlijk net iets van een stukje wat je in het vruchtwater ziet zitten. Kijk hier. Hier zie je echt een gaap. Nu lijkt het wel een hele rare neus. Ja, hè? Komt ook omdat je er zo een beetje van onderop kijkt. Dat is niet de meest charmante, schattige houding. Goal! Ja? Yes! Is goal! Helemaal een Ajax! Yes! 0-3! Woep, woep. Deze is niet oké. Hoppa, lekker zeg. Geweldig. Opa, hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10? Van 1 tot 10. 11. Goedemorgen, het is nu 9:03. En ik moest dus om 9 bij de tandarts zijn. Top. Ik ga nu even iets heel gevaarlijks doen, want ik ben verkeerd gereden. Het is super duper druk onderweg. Oké, er komt geen tram aan. Als mijn ouders het zien, worden helemaal gek, want ik ben al zo'n broekenpiloot. Maar ik hou echt niet van te laat komen. En ik was al een beetje laat, omdat het zo druk onderweg is. Maar dat is dus voor het laatst dat jullie mijn beugel in mijn mond zien, als het goed is. Ik hoop dat ze hem er wel echt uit gaan halen, maar ik zie eigenlijk geen andere optie aangezien ik in Korea bij de tandarts was geweest en ze me daar niet echt kon helpen of wilde helpen, I don't know. Maar gaat er dus uit, 2 maandjes eerder. Ik hoefde maar 6 maanden. Het is wel heel prettig. Verder hoop ik dat gewoon mijn tanden mooi wit nog zijn en dat ze niet zijn aangetast door het vele spugen. De eerste 4 maanden van mijn zwangerschap heb ik alleen maar gespuugd. Dus ik hoop dat er nog een beetje glazuur op zit. Ik kom al mijn hele leven bij deze tandarts. Mijn hele familie ook. Echt super aardige kerel. Ik ben benieuwd of ik er dan een nachtbeugeltje of zo mee moet. Omdat ik eigenlijk nog niet klaar was. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als je zegt, nee, het is helemaal toppie. Laat maar zitten. Maar ik ben zelf nog niet helemaal tevreden. Maar goed, ik kan altijd nog zeggen van... Doe later nog een keer die beugel erin knallen. Maar voor mij is het goed. Verder ga ik vandaag naar de kapper. Dus ik ga lekker een soort metamorfose krijgen vandaag. Positief, hoop ik. Nou, ik ben dus naar de kapper geweest. Ietsje lichter. En goed behandeld. Ik heb net eventjes een interview gehad met Shownieuws. We gaan nu lekker uit eten. Mijn ouders zijn net thuisgekomen van Madrid. En we gaan nu even lekker bij Dynasty eten. Een van mijn favoriete restaurantjes. Het is wel Oosters, maar geen Koreaanse. Echt super lekker. En Skaatje gaat ook mee. Kijk, lijkt ik lekker. Ik op een grote baby met die spel. Nee, die ziet er lekker uit. Maar ik vond het met die knot ook leuk. Leuk met die knot? Ja, eigenlijk wel. Dus wij gaan lekker eten. Wat ga jij nemen, Sky? En power, wow, wow, wow. Nummer 64. Nummer 64. Nee, ik neem denk ik hem. Nee, nog niet. De salade. Ja, jij hebt model life nu, ik niet. En mijn beugel is hard. Voor de mensen die het nog niet hadden gezien. Yay, zo blij. Nou, niet helemaal wat ik ervan had gehoopt, maar een klein spleetje. Maar goed. Het is wel veel relaxter. Kijk eens hoe beeldig. Met knot beter. En de speld. En de speld. Helemaal leuk. Ik heb honger. Ik ga even naar
Empower. Maar wat ga jij nemen? De Empower. Hoor je wat ze zegt? Nou? Nou, zoek de aardappel en avocado is gewoon gezond. Ze zegt, nou, neem een aardbei, is ook gezond. Goedemorgen. Het is nu vrijdag. Ik ben de dagen een beetje kwijt. Vandaag heb ik een zwangerschapsshoot met Isa Wiegers. Isa is toevallig een heel goed vriendinnetje van mij. En buiten dat ze heel lief is en heel knap is en dat ze mijn vriendin is, maakt ze ook nog eens prachtige foto's. Ze doet heel veel voor bekende bloggers en mooie merkjes. Maakt ze echt prachtige foto's. Dus die gaat heel lief vandaag wat foto's van me maken. Bij Morgan & Mace. En Mignon die komt mijn make-up doen. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben 1,5 uur en ik heb gewoon wat basic dingetjes, jurkjes in mijn tas gegooid. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik heb wel echt een soort van heel opgezwollen gezicht sinds gisteren. Ik denk omdat ik voor het eerst in tijden knoflook of zo heb gegeten of veel zout of whatever. Dus ik hoop dat het een beetje wegtrekt. Maar we gaan het zien. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Voor het eerst met mijn blonde haar wat ik dus heb geverfd. Het is eigenlijk een beetje tegen het rossige aan. Maar het kan natuurlijk niet in één keer. Van heel donker naar weer mijn oude blonde koep. Maar ik ben er wel blij mee op zich. Dat zijn mijn plannen voor vandaag. En voor de rest lekker relaxed eigenlijk. Kan je iets meer naar die kant? Dit zit minder. Ja, mooi. Heel mooi. Wow, het is echt prachtig. Dit is mooi. Beter. Ja. Wordt je beter. Die andere was inderdaad heel bijna. Wat? Ja, mooi is. Hij schopt me. Zo, ik heb net een shoot gehad met Isa en Mio bij Morgan & Mace. Ja, ik denk dat het wel heel tof is geworden. Het was wel een beetje zoeken naar kleding, wat nou fotogeniek is. Dus eigenlijk ben ik erachter dat je gewoon iets straks aan moet trekken. En dan is het eigenlijk het leukst en het meest flatterend. We hebben de make-up eigenlijk heel basic gehouden en mijn haar een beetje wild gedaan. Eigenlijk was het een super leuk en heel relaxed dagje. Toen ben ik naar huis gegaan en heb ik lekker mijn pyjama aangetrokken. Ben ik de hele dag een beetje gaan bank hangen voor de rest. En nu is mijn vader allemaal lekkere hapjes aan het halen. En broodjes, kaas. Gewoon relaxed. En gaan we vanavond de Voice Kids kijken. Met de hele familie. En ja, gewoon echt lekker thuis. We hadden gisteren waren we een hapje eten bij Palladium. Wat ook super gezellig was. En om weer wat mensen te zien hier uit Amsterdam. Maar ik merk ook wel dat ik het gewoon heel lekker vind om thuis te zijn, zeg maar. Gewoon de normale dingen in het leven te doen. Dit zijn Nino en Sky, oftewel Jut en Jul. Doe even. Nu mis ik Dave wel natuurlijk, dat snappen jullie. Hoe je vrienden? Kaylee en ik. Sky en ik. Kleine Ayan. Kijk, dit is wel een leuke foto. Dit ben ik. Links. En dat is Kaylee. En dit is mijn moeder met Sky in de buik. Hoe schattig. Zo'n foto wil ik ooit ook. Als ik meerdere kleintjes heb. Dit is Jamoet. En nog een keer Jamoet. Mijn vader heeft dus kaas meegenomen bij mijn favoriete kaaswinkeltje, Lamuse. Dat zit hier in Amsterdam-Zuid. Het is vacuüm verpakt, dus het blijft lang goed. En Dave en ik zijn allebei echt twee kaaskoppen. Dus daar ben ik heel blij mee. Top, papi. Echt heel lekker. Ik vind het zo'n leuk programma. De rest van de fam ook. We zijn dus nu onderweg. Weer naar een 3D echo. Vorige keer konden we het niet heel goed zien. Omdat hij steeds met zijn handjes ervoor zat. En dit keer zijn mijn moeder en mijn andere zusje mee. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar we zijn wel een beetje te laat. En ik heb een beetje blote billen gezicht nog. Omdat we super veel haast hadden vanochtend. Verder ga ik met mijn opa en oma mee naar Limburg. Want mijn nichtje die moet een paard rijden. Ik heb
heb zelf vroeger ook altijd gereden en dat vind ik wel leuk te zien. Nou, we zijn dus nu net in Limburg. Mijn nichtje Julia is mee, oma is mee, opa. En mijn tante en mijn jongste nichtje zijn er al. Want Lily die moet rijden met de pony. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben nu 2 uur in de auto gezeten. Ja, ik ben al heel lang niet mee geweest op een tour. Dus dat wordt wel leuk. Meisje wat nu over de hindernis komt is mijn nichtje. Ja. Dus die zijn nu aan het inrijden. Van het losrijden. Ik heb dit vroeger dus ook altijd zelf gedaan. Dat was echt super leuk. En mijn moeder ook altijd professioneel. Mijn tante die is er eigenlijk mee doorgegaan. En haar kinderen rijden nog steeds. Toen ik zeg maar ouder werd, heb ik de handdoek in de ring gegooid. Want het is gewoon super veel werk. Ik ben gaan dansen. Het blijft wel heel leuk. Af en toe doe ik het nog wel voor de lol. Lily, volgens mij moet je naar binnen. Dat betekent 4 strafpunten, omdat ze 1 bal heeft. En Leug het zo weer op een andere pony. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het ongelooflijk. Ja? Yes. Lily is dus foutloos. Dat betekent dus dat ze nu een barrage hebben. Dat houdt in dat je dus nu op snelheid gaat. Net gaat dus dat je 0 bal tegen jouw fout hebt. En daarna ga je dus eigenlijk hetzelfde parcours, maar dan korter op snelheid. Dus we hopen natuurlijk dat ze dat wint. Nou, ik ben dus niet voor niets gekomen. Ik vond Leo even gewonnen. Dat is top. Echt top. Hij ziet er ook zo leuk uit. Daar staat ze, de applaus voor Vinnie en Oswald. Woe! Hier voor de meisje. En laatst staat de bouwer. Dat is mooi. Kijk eens. Kom in. Hallo family, schat. Kijk eens hoe leuk. Hallo! Hallo! Hoi, schat! Hey, wat is superleuk. Jo, wat vind je ervan? Ik vind het echt heel leuk. Ja? Ja. Ik heb dus gisteren een fantastische babyshower gehad. Echt, het was echt superleuk. Het voelde alsof ik echt een heel heftig feest heb meegemaakt. En helemaal gesloopt. En nu loop ik dus ook gewoon weer op Schiphol. Het afscheid nemen was nu al iets moeilijker, omdat ik weet dat ik nu gewoon voor een langere tijd niet meer terugkom. Mijn hondjes heb ik weer uitgezwaaid. Mijn ouders, die verdrietig waren. Thank you. Oké. Verder heb ik nu net een stuk kaas voor Dave gekocht. Ik heb natuurlijk alleen maar kaas hier gegeten, dat snap je. Kaas en kroketten. Dus ik heb een stuk kaas meegenomen. Hier nog net, mijn vader had al wat kaas in de koffer gestopt. Ik heb wat dropjes voor hem meegenomen. En dan gaan we die kant op. Ik vlieg dus voor het eerst in mijn leven al op het upper deck. Ik heb wel eerder business gevlogen, maar nog nooit dat ik boven heb gezeten. Dus dat is wel grappig. Ik heb op het laatste nog een upgrade kunnen krijgen, dus dat is helemaal top. Dus ik kan wel lekker slapen. Ik ben ook echt helemaal gesloopt. Het was super leuk. Bijna al mijn vriendinnen waren er. Sommigen die zijn op reis of druk aan het werk. En mijn tante was er niet, want mijn nichtje die is bevallen in Qatar. Dus mijn nichtje en mijn tante waren er niet. Voor de rest was iedereen er eigenlijk wie ik erbij had willen hebben. Dus dat vond ik wel echt super leuk. Ik ben ook heel blij dat ik Dave weer zie. Daar heb ik echt super veel zin in. Al heb ik net wel echt een treintje weggepinkt. Bij mijn ouders, die hadden het ook even iets zwaarder als de vorige keer, want die hadden ook toen zoiets van, we zien er nog wel. Nu even niet, totdat de bevalling is geweest. Ik zie hier een nijntje winkel. Ik wil eigenlijk niks meer kopen, want ik moet er natuurlijk allemaal mee slepen, dat snap je. Maar het is wel schattig.
Nou, ik heb dus niets gekocht. Want ik besef me nu dat die hele koffer gewoon vol zit met knuffels en cadeaus voor de baby. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Al ben ik wel bang dat ik sommige dingen mis of vergeten ben mee te nemen. Voor Dave hoefde ik niet zoveel mee te nemen. Ik ben wel heel blij. Ik ben ook verkouden sinds ik hier ben geweest. Het is echt lekker weer. Mijn moeder had me lekker gemaakt. Jullie hebben hier heel mooi weer gehad. Nou, dat was het dus niet. Ik heb echt zo'n leuke week gehad. Super blij dat ik iedereen nog eventjes heb kunnen zien. De meeste mensen waren gewoon in Nederland, dus dat was heel fijn. En die waren natuurlijk allemaal op mijn baby shower. Ik ben blij dat alles goed was met de baby. Ik heb Dave wel onwijs gemist. Zoiets wil je toch heel graag met elkaar delen, met familie. En ik heb altijd, als ik naar een verjaardag moet zonder Dave, dan voel je echt alsof je je tas bent vergeten. Dus ik vind het ook wel weer heel fijn om hem te zien. Ja, dan begint het normale leven weer en kan ik allemaal mooie spulletjes uitpakken die ik heb gehad. En ja, dat is ook wel weer even goed. En dan moet ik hier even alles als de wiedewaai gaan regelen in Olsen om ja, daar gewoon goed te kunnen bevallen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ook mijn weekje in Nederland, dat het niet minder interessant was. Ik vond het in ieder geval heel erg fijn. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en te liken. Doeg!